Eentje wilde de auto neer. Hoi en leuk dat jullie naar deze nieuwe video. En het is geen gewone video, maar frikandellenleven. Ja, we hebben weer een weekvlogje voor jullie. Het is nu vrijdag, dus het is eigenlijk al het einde van de week. Maar dat komt omdat we de oplader bij Tessa Bezemer hadden laten liggen. Ik ga Tessa even voeren en dan weer naar huis, want ik ben met mijn vader. Tess staat in de andere wei. Oh ja, ik ben naar de kapper geweest. Jullie zien het. Ik heb even voer gemaakt. En ik hoorde al gekrijs van Lucas Ter. Hallo. Ik ben even de schelpen aan het fixen. Kijk mijn haar. Wat leuk. Oh, je lijkt nu weer net zoals vorig jaar. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Vorig jaar was het echt heel lelijk geknipt. En nu is het gewoon normaal geknipt. Ik plak een foto in beeld en dan kunnen jullie het zien. Het is echt anders. Maar wat ben jij aan het doen? Ik ben de scherper aan het fixen. Ik heb net de olie erop gedaan. Heb je daar ook wel eens last van? Heb je daar ook wel eens last van, Murph? Nee. Te weinig olie dat het niet goed glijdt? Ik ben of niet. Of heb je er nooit last van? Ja, ik deed altijd op mijn arm halen. Wat doe je morgen aan? Ik doe een t-shirt aan. Ja, ik wil misschien een rokje aandoen. Maar leuk. Ik leuk aankleden. Ja, ik ga ook denk wat leuks aandoen. Het is zo satisfying. Echt, hier hou ik van. Wat lekker dit, hè? Ja, ik kan hier ook van genieten, hoor. Hier kan ik echt van genieten. Het is echt raar. What? Dit is een goed moment voor ons frikandellenleven. Waar is mijn over? Ja, we hebben een probleem. We zijn namelijk veel te laat. Someone is er over kwijt. Oh nee, ik heb hem. Oh. Jongens, jullie kunnen wel denken dat het weekend is, maar we moeten nog steeds gewoon opschieten, hoor. Wat deden ze daar? De foto is echt heel lelijk. Ja. Ja, ja ongeveer. Nee, zeker wel. Ik heb met een ijsje pakken. Ik heb ook nog een appel. Ah, nee, ik heb wel een beetje deukje. Ha, niet alleen de appel. Ik heb het is helemaal geen spiegelbeeld. Het is alleen wel anders. Zie je nu op? Dat is mijn zus. Ik ken dit gewoon. Ik kan niet helemaal mascara op doen. Het is echt grappig om te zien dat de ene kant wel mascara heeft en de andere niet. Maar dat betekent dus dat je wel echt verschil ziet. Ja. Gelukkig wel. Maar is ook verschil, hoor. Ik zet trouwens even openen. Het is dus zeg maar zaterdag. Wat gebeurt hier? Nee, dit is echt soepel. Echt top gewoon. Zeg maar toen de foto. Het gaat allemaal zo lekker. Nee, super. Hallo. Hallo schat. Ik moest even liften voor de foto. Kom even liften. Nee, niet vertellen hoor. Ik zou niks zeggen. Camera. Dit is meer onze afdeling. Snoep! Snoep! Maar ik zal eens even vertellen wat we hier eigenlijk doen. Wij zijn op Jumping Zwolle. En we zijn hier vanuit EAS. En we moeten hier vloggen. Ja. Als we vooral kijken wat we denken dat we daar moeten eten. Dat dus. We gaan lunchen. Onze cowboy. Waar is ze nou? Zijn de onze cowboy. Jouw haar is echt perfect. It's perfect. Zilver. Zielig. Hou is misschien beter. Ja. Oh, we moeten even. Oeh. But I ain't got wings. Ik ken die niet helemaal, nee. De manager. Dit is net zo'n Pac-Man race, weet je wel. Bij deze prijs rijdt ook niet mee. Je moet het filmen. Voorstellen, ik ben Nienke. En ik heb ook een aantal vragen voor u. Een aantal? Oké, ik heb ze ook. Wat is je favoriete Twentse woord? Mijn favoriete Twentse woord? Riekenpalen. Wat? En wat betekent het? Omheiningpalen. Ah, oké. Oh. Ja. We staan hier bij de prachtige Roelofsen Trucks. Zou u je voor kunnen stellen? Ja, ik ben Erwin Nieuwenhuis, verkoper bij Roelofsen Horse Trucks. Als je onzichtbaar was voor een dag, wat zou je dan doen? Ik heb werkelijk geen idee. Nee? Ik zou het jammer vinden eigenlijk om onzichtbaar te zijn, ja. Oh ja, nou ja. Dat heeft nog niemand gezegd, dat is officieel. Je bent natuurlijk in de buurt van Twente. Wat is jouw favoriete Twentse woord? Goed gaan. Goed gaan. Goed gaan. Dat is wel een andere vraag. Wat is je slechtste woord? Mijn slechtste gewoon. Slecht eten. Slecht eten, ja. Ja? Ik hou heel erg van McDonald's. McDonald's, ja. Oh, ja. We hebben wel iets gemeen. Wat is je grootste manege-irritatie? Waar je echt aan irriteert op een manege? Ja, dit is wel lastig, hè? Ja, weet je wel wat op de grond ligt? Dat je een paard uit de stal haalt, hoeft het niet uit krabben, de gang omlopen. Wat is je slechtste gewoonte? Dat doe ik niet. Nee? Nee. We staan hier nu... doe eens even... Floor. We staan hier nu in de stand van Horse Online. Ja, toch? Ja, ja, klopt helemaal. Dat heb ik heel goed gedacht uit de vlogs van Destiny, ja. Met Rob, en we gaan Rob een paar vragen stellen. We zijn in Twente. Wat is je favoriete Twentse woord? Mijn favoriete Twentse woord? Ja. Brommerskieken. Ja! De volgende vraag. Als je onzichtbaar bent, wat zou je dan doen? In de waskamer op de dames gaan staan. Ik ben Jeanette en ik werk voor Boterboetjes. En ik ben Albert Soer en ik ben springruiter. Als je voor één dag onzichtbaar zou mogen zijn, wat zou je dan doen? Dan zou ik wel in het Koninklijk Huis willen meekijken. Maar wat jij zegt, dat zou ik misschien wel met je meegaan, eerlijk gezegd. Ja, gewoon samen. Ja, gewoon mee. Gezellig. Dat is best wel een leuk idee. Ja. Ja. Nou, dus hè, Koninklijk Huis. We hebben hier graag twee mensen die bij jullie een kijkje willen komen nemen. Pas maar op. Pas maar op. Wat is je slechtste eigenschap? Ongeduldig. Ongeduldig, dat was het duidelijkste antwoord. Ja, en nu? Ja, ja, dat is ook wel een beetje mijn probleem, denk ik. Ongeduldig? Ja, ja, ja. In de auto. Liefst als ik iets wil, zeg maar, dan moet het ook gelijk gebeuren. Ja, snap ik. Ja. Ooit hebben ze zeiden een keer tegen mij, doe handen ze te jong of zo. En ik heb echt zoiets, wat bedoelt ze toch? En dat blijft mij op een of andere manier altijd... Ja, je handen uit je zak halen. Handen uit de zak halen, de tuk is de zak. De tuk is de zak. Ja. Ik had echt zoiets, wat bedoelt ze nou toch? Ik zat echt zo dus met mijn handen in de buizen zo van, ja, het zou wel, maar ik weet echt niet wat je bedoelt. Nee! Je bedoelt raam los, raam los. Nou, wij komen uit Twente. Ja. En wat is je favoriete Twentse woord? Ik kom niet uit Twente, dus favoriete Twentse woord. Ken je wel een Twentse woord? Vandaag. Wat is je grootste manege-irritatie? Of pensioen. Irritatie? Ja, waar je echt aan irriteert. Waar je echt denkt van, oh jongens. Ja, dat is misschien overal, maar het rommelig is. Ja, ja, ja. Hi, Mark Oudshagen. Wij zijn de buren, hè? Ja. En omdat jij Twente bent, wat is je favoriete Twentse woord? Jeetje, ja, ik kom wel. Ik woon natuurlijk in Twente, ja, maar ik ben geboren in Zwolle. Wat wil je drinken? We hebben bromskieten gehoord. Ja. Omheunen. Omheunen. Ja? Maar. Ja. Cola. 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 Dat is ook een hele goede. Omheunen. Omheunen. Wat is je slechtste gewoonte? Ik heb een hele rare gewoonte. Ik zit altijd. Die paardhaartjes aan. Oh, dat doet mijn vader ook. Die zit dan echt zo. We staan hier lekker bij het eten. Hi, ik ben Yvonne. Hi, ik ben Nathalie. En wat doen jullie hier? Ik verzorg hier de bodem, ik doe het zand. Ja. Dus alles wat je daar in de bak ziet liggen, dat heeft hij gedaan. Ja, dat is zand, maatje. Ik verkoop kleding. Wat is je favoriete Twentse woord? Wij komen uit Twente, daarom. Oh, favoriete Twentse woord? Omheunig. Omheunig. Cola. Die is fantastisch! Hola! Probleem? Ponem! Maar is dit voor boven de 18 of onder de 18? Ja, tuurlijk. En wat hebben we nog meer? Kom op, dames, we moeten weer werken, hè? Oh nee, je zit niet op de manege, hè? Tuurlijk. Grapje. Volgende vraag. Nee, ze heeft geen manege. Ze verkoopt kleding. Jullie hebben geen manege. Ja, de grootste manege-irritatie. Maar jullie weten het wel. Die weten wel. Die weten wel. Ja? Oh, oké, okay. Kom maar op. Gooi hem erin. Pensioenklanten. Ja. Is dat nou een kaascomplei? Ja, lekker. Oké. Okay. Nee, we zijn heel lief altijd. Dus als je iets mee wil met de trekker, mag niet. Trekken? Nee. Heb jij zo'n weer? Ik pak yes. Ja, goed. Oké, kunt u zich misschien eerst even voorstellen? Ja, ik ben Alfred Vaarsen van de firma Onori. En we zijn hier aanwezig als fashion partner. Wat we doen, we maken de kleding voor de crew. Oké, dat is wel interessant. Polsbandjes allemaal voor de tips, herkenbaar per dag. En daarnaast hebben we de dekens voor alle kampioenen ontwikkeld. Als u voor één dag onzichtbaar mag zijn, wat had je dan gedaan? Voor één dag onzichtbaar? Voor één dag onzichtbaar. Onzichtbaar, ja. Wow. De parcours springen hier. Ja, echt? Alleen als je onzichtbaar bent? Ja, gaaf. Ja, stiekem, gewoon lekker. Wat is je favoriete Twentse woord? Dat vind ik een leuke, brommerski. Brommerski, oké. Okay. Je weet ook wat het betekent, hè? Ja. Oké, goed. Hoe oud bent je nou dan? 36. Oh, dat had ik niet gedacht, sorry. Maar we hebben dus de hele dag. Oké, dan is vraag nummer 1. Wat is je slechtste eigenschap? Mijn slechtste eigenschap? Ja. Ik ben gruwelijk eigenwijs. Ik weet niet of je iets van Twents kent, maar wat is je favoriete Twentse woord? Favoriete Twentse woord? Die Twente zegt altijd, wat wil hij dan? Wat wil hij dan? Wat wil hij dan? Goeie. Nou, oké. Ja. Wat hebben we nog meer? Oh ja, wat is je grootste paardenmanege of stalirritatie? Wat vind je echt stalirritatie? Nou, misschien ons, mag ook. Ik weet niet. Van die... Nou, de prijsuitreiking is geweest en kijk wie er achter mij rijdt. Het is Maartje! Maartje op de Johnny! Oh ja? Dreams come true! Nou, we zagen net dat u de vorige rubriek de prijs heeft uitgereikt. Dan kunt u zich even voorstellen. Jazeker, ik ben Gerrit Jan van der Pol. Ik ben van het bedrijf GMB. GMB staat voor Groep Midden Betuwe. Oorspronkelijk uit de Betuwe. De zaken als afvalwaterzuivering, bruggen, viaducten, ook met de ton gebouwd. We doen ook nog in de riool zit, zuiveringsslip, een droom, dus we maken de bio-industrie. Oh, dat is gaaf. En wat vindt u nou het leukste aan Jumping Zwolle? Jumping Zwolle is een heel mooi parcours. Ik heb zelf een jaar in het bestuur gezeten hier en toen zijn we van Zwolle naar Drachten gegaan. Nu is het weer terug. Ik heb een hele goede binding zelf mee, maar de sport die hier is met heel veel lokale ruiters, met de beste ruiters van de wereld. Jeroen Dubbeldam, Gerrit Jan van der Pol, Mark Oudshagen, maar ook internationale ruiters, Felix Hasman. Het is allemaal hier om de hoek in Zwolle, voor mij tenminste om de hoek. Voor ons ook, ja. Dus, heel fijn. Ontzettend leuk om hier weer te zijn en ze hebben het fantastisch voor elkaar, ziet er prachtig uit. Absoluut. De sfeer en de tribune zit mooi vol en morgen met de grote prijsweek zeker dat het super entourage is. Dat denk ik ook. Hoge sport, 1,55. Ja, gaaf. Zelf sinds 20 jaar ben ik weer aan het paardrijden gegaan. 2 weken geleden. Wat goed! En als ik dan zie wat hier gebeurt, dan denk ik, ik moet nog een beetje trainen. Dan gaat het wel een beetje kriebelen, denk ik, of niet? Ja, dat wel, maar ik vind het wel eng hoor, zo. Maar u springt ook? Of? Ja, dat probeer ik een beetje. Maar dus, zo hoog als deze tafel. Ja, nee, ik durf ook niet hoor. Nee, dat ook, maar dat zit soms wel in de kaart. Kan niet maar op een 16. Maar nu ben je blij. Ja, ik laat dus niet blijven zonder. Ja, ik heb ook de andere persoon. Ik heb een plaatje aan de hand, een plaatje in mijn hoofd. Ja, dat komt dan ja. We zijn nu bij Floor en Sabine op kantoor. En dit is, hoe noemen jullie dit, deze ruimte? De workshopruimte van de Go Social Academy. De workshopruimte. Maar het is echt heel mooi zo. As. Nee. Dat is ook knol. Ja, wat is deze? We zijn op kantoor bij ons management. Floor Schoenmakers van EAS Communications. En ik zie daar ons briefje liggen met wat ze gaan bespreken. Sst. Sst. Mag je nou niet kijken? Ga je nou echt filmen dat we gaan tekenen? Deel uit. Moeten we tegelijk tekenen? Hallo? Nee, ik moet ook op die. Samen. Mag ik aan zijn knol moeten? Dus, voor ons. Jongens. Ja, zetten we weer een jaartje opgescheept. Girls in the house. Yay. We zien dat we het trouwens. Dankjewel. Wij zijn op een hele geheime locatie. Ik zeg net dat het ligt hier lekker ding, maar het is echt zo knol. Naast en zo. Best leuk en zo. Ja, lekker ding. Dit doet me denken aan herfst. Nee, zeg maar, dit is zo hek, de vierkant omheen. Dat doet me denken aan, hoe noem je dat ook alweer? De, mijn stage, de kinderdagverblijf, zeg maar. Hier hebben we ook altijd zo'n hekje omheen. Maar dan moet je het aftrekken, zoals Nienke. Doei Floor. Doei Lianne. Doei Sabine.